Goedemorgen. Voor ik naar de 1 mei-betoging hier in Antwerpen vertrek, deel ik u nog eventjes mee wat ik de afgelopen week allemaal heb uitgesproken. Ik ben vorige week naar een dag geweest van samenlevingsopbouw in Antwerpen. Dat is een organisatie waar armen het woord nemen die de samenleving probeert op te bouwen hier in Antwerpen. We zijn gaan kijken naar een project over wonen, waar men met een 14-tal gezinnen die niet op de huur- en niet op de koopmarkt terecht kunnen, zelf is beginnen renoveren. Een aantal oude woningen heeft opgekocht om daar die gezinnen te kunnen huisvesten. En wat je daar ziet van toestanden, dat is echt ongelooflijk. Dat zijn huizen die tot 3 jaar geleden bewoond waren, maar waar geen badkamer is, waar geen deftige keuken is, waar de schimmel de muren opkruipt. En dat bestaat blijkbaar nog in een ontwikkeld land als dat van ons. Dat was wel eventjes schrik. Ik heb er trouwens ook gesproken met iemand die zelf in dat project zit, iemand van Marokkaanse afkomst, die heel weinig Nederlands sprak, die werkloos was op het moment en die in dat project dus meewerkte. En heel snel voelde hij dat veel mensen zo'n persoon snel gaan veroordelen. Hij leert geen Nederlands, hij heeft geen werk, hij hangt in de hangmat van de sociale zekerheid en weet ik wat nog allemaal. Tot ik met die mensen ben kunnen gaan spreken, want hij sprak Spaans en ik ook een heel klein beetje. En dan kom je heel wat meer te weten. Het is effectief iemand van Marokkaanse afkomst. Hij is naar Spanje verhuisd, spreekt vloeiend Spaans en Catalaans. Heeft daar 20 jaar gewerkt tot zijn bedrijf failliet ging. Is dan naar België verhuisd met zijn vrouw mee. Heeft hier gewerkt als schoonmaker 2 jaar, tot hij een arbeidsongeval kreeg, waardoor hij arbeidsongeschikt is. En is daardoor op dit moment werkloos. Volgt heel veel lessen Nederlands, maar krijgt het er niet bij gestopt. Dus als je even achter die mensen gaat kijken, als je kijkt naar wie die mensen echt zijn, dan kom je heel wat verder dan op voorhand te veroordelen en te oordelen, zonder dat je eigenlijk de mensen echt kent. Ik ben ook nog naar het Vlaams parlement geweest. Ik ben daar eens een kijkje gaan nemen met het project Jong Gewild. Project van de Schoonmoeder en Helden van Later, 2 jongere participatieprojecten. Ik moet zeggen, als het in het Vlaams parlement altijd zo plezant is, dan zie ik het nog wel zitten om daar wat meer van mijn tijd door te gaan brengen. Ten slotte ben ik nog naar de Horta-avond van Ademloos geweest. Dat is een informatieavond waar men een heel aantal presentaties geeft over heel de dossier van de Oosterweelverbinding. Dat is heel leuk om te zien dat wij met een volle zaal zaten en ondertussen de BAM, de beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, ook een infoavond had gedaan waar wel geteld 1 aanwezige was. Dat was een mooie overwinning. En tenslotte, debatten in de scholen. Ik heb onlangs nog 2 uitslagen binnengekregen, 15% en 28% voor de PvdA. Dat is niet slecht, daar tekenen wij voor. Tot volgende week.